Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Met mij is het eigenlijk nog steeds een beetje hetzelfde. Ik word heel veel wakker met pijn in mijn hoofd. En ik heb onderzoek gedaan. Het kan komen door weersverandering. Dat we richting het wintertje gaan. En dat het dan op je bolletje gaat zitten. Het kan te maken hebben met een herfstdepressie. Dat lijkt me stug, want ik ben eigenlijk gewoon 365 dagen per jaar licht depressief. Maar wat er ook mee te maken kan hebben, dat bedacht ik me opeens, is met alle crises. Dus dat is meervoud van crisis. Want ik ben even gaan tellen, maar we hebben een vluchtelingencrisis, een woningencrisis, een stikstofcrisis, een huizencrisis, een coronacrisis. Nu mis ik een aantal crisissen waarschijnlijk nog. Dus vind je het gek dat je een beetje wakker wordt met een beetje bonte kopje en denkt, kan het ook gewoon een beetje weer normaal? Kunnen we een keer gewoon een beetje leuk en normaal doen met elkaar? Hè? Godsamme kraken, ik word er doodmoe van. Maar, dit is een reviewkanaal en geen maatschappelijk vlogje. Dus ik hou hier verder rest mijn mond over. Want wat is van belang bij Jans Reviews? Wat er onder een doosje zit? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Jullie ook. Mooi, leuk, goed. Nou, wat is dit in vredesnaam? Toetjes, denk ik. Het zijn zeker toetjes. Want kijk maar, er zit duidelijk een vleugje toet. Dit is een beetje een toet. Een dessert, hè? Noemen ze dat in Frankrijk. Oikos, stracciatella. Greek-style yoghurt. Nou, op je Grieks yoghurt met stracciatella. Wat chocola is toch? Wat is er nog? Wat is chocola? Stracciatella is meer dan chocola, toch? Chocola. Nee, is gewoon niet meer dan chocola. Nou, hartstikke mooi. Dan hebben we hier oikos op zijn Grieks. Apple cinnamon. Appelkaneel toetje. En hier op zijn Grieks oikos. Getverdenne, salted caramel. Overal dat salted caramel. Maar bij op zijn Grieks snap ik dit wel weer. Nee? Okay. Hartstikke leuk, Griekse yoghurtjes met smaak. Ik hou helemaal niet van Griekse yoghurtjes met smaak. Ik hou sowieso helemaal niet van toetjes. Ik vind het allemaal onzin. Ik hou ook niet van zoet. Je kent het hele verhaal nog wel. Ik ben het ook zo langzaam, want ik heb er niet eens meer zin om het te vertellen. Appel. Ik begin met het bakje met stracciatella. Daarna neem ik het appel en kaneeltje. En daarna die gore karamel met zeezout. Waar ik dood en doodziek van ben. Producenten van de wereld, luister goed naar Jans Reviews. Stop met karamel zeezout. Stop met cheesecake. Want wij willen dat niet. Dat jullie denken dat wij dat willen, maar wij vinden dat smerig. Wij mensen. Lepeltje. We beginnen met het stracciatella toetje. Het ziet er eigenlijk een beetje uit alsof je een bakkie tzatziki opentrekt. Toevallig ook uit Griekenland. Griekse yoghurt. Is Griekse yoghurt nou zoveel lekkerder dan Nederlandse yoghurt? Of Turkse yoghurt? Het enige wat ik van Griekse yoghurt vind is dat het nogal vet is. Het is nogal vette yoghurt. Maar dat is het dan wel. Nou. In stracciatella zitten stukjes chocola, zoals we weten. Maar stracciatella heeft ook een speciale smaak. Waar komt dat dan vandaan? Als je kijkt wat erin zit, zit er dus volle yoghurt in. Suiker. Heel veel suiker. En 2% chocoladevlokjes. 2% chocoladevlokjes. En dan heb je dus al stracciatella. Maar stracciatella heeft toch ook een speciale smaak? Of is het echt alleen maar chocoladevlokjes? 2% chocoladevlokjes en ben je klaar. Dan heb je stracciatella. Dat is ook makkelijk. Nou. Auw! Ik sla godverdomme weinig met tanden aan mijn bek met het lepeltje. Is het vies? Nee, het is lekker. Het is mier zoete en romige yoghurt met een stukje chocola. Child can do the dishes. En dat is Engels voor kind kan de was doen. Hier kun je weinig aan verpesten zo. Appelkaneel. Te verroeren. Roeren. Ja. Nou. Hartstikke leuk. Als ze met 3% chocoladevlokjes stracciatella kunnen maken, hoeveel appel en kaneel zit hier dan in? Ja, dan wil ik het weten ook. Die Grieken, die maken er dus een zootje van. Even kijken. 7% appel.
Voor de rest, volle yoghurt met heel veel suiker. Er zit bijna 40% suiker in die pakketjes. Dus, als kinderen op een gegeven moment zeggen, oh, ik vind Griekse yoghurt zo lekker. Ja, mol. Je vindt gewoon lekker dat er scheppen suiker in zitten. Dit is ook prima. Kijk, die oikos yoghurt is dus die Griekse yoghurt. Griekse yoghurt is dik en vet. Dus ja, weet je, dan kan je gewoon... Probeer dit eens even met Hollandse yoghurt. Zit je hele tafel onder. Hier. Dus dit is eigenlijk gewoon dikke, vette kwark. Alleen dan noemen ze het dikke yoghurt. Dus dit is hele meukerdikke yoghurt. Met 15% suiker. En dan pleuren ze dan in dit geval appel en kaneel bij. Ja, dat wordt natuurlijk lekker. Omdat het meer zoet is. Is het een gezond toetje? Nee, het is een akelig slecht toetje voor je tanden. En je wordt er nog dik van ook. Maar ja goed, lekker is lekker, zeg ik altijd maar. Hier zitten hele stukjes appel in, met kaneel erop. Appel en kaneel. Dat is een verdomd goed huwelijk. Laten we wel even. Appel en kaneel zijn dikke vrienden. Zoals in de appeltaart. Of de appelmoes. Nou, dan gaan we naar de laatste. Gevuld met... Kijk... Ach, die vieze, smerige karamel. En dit is dan ook hele vloeibare karamel, wat heel raar is. Want karamel is eigenlijk helemaal niet zo heel vloeibaar. Dus dat is dan ook nog een keer hele rare, natte, waterige karamel. In dus die hele dikke, gezoete, vette yoghurt. Dit kan echt alleen maar goor zijn. En dit is... Ja, verschrikkelijk goor. Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Ja, dit is dus ook wel lekker. Ahmed, hier is toch geen normale review over te maken? Sowieso, toetjes. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het om aan te komen kakken met toetjes? Ik haat toetjes. En dan stuur je wel drie toetjes op die, gewoon, ja, die je niet vies kan vinden. Maar wel je tanden vanuit je bek sodemieteren van al het suiker. Waar je maag van samentrekt van al het vet. En waar je na vier happen denkt van... Lijkt wel of een bus peurschuim in elkaar is leeggespoten. Maar hier kan je toch geen review van maken? Wat verwacht je nou van me? Die oikostoetjes... Oikostoetjes... Zijn wel prima. Zou er niks over te zeiken. Tijd voor de cijfertjes. En dat is natuurlijk met die oikos. Ik begin met de oikos karamel zeezout. Ik hou niet van karamel zeezout. Omdat het alles allemaal zo overheersend smerig suikerig maakt. Maar in deze kan dat eigenlijk al niet. Want het yoghurtje zelf zit al helemaal bunker vol met sugar. Dus ja, die overdadige karamel zeezoutsmaak. Die proef je eigenlijk niet heel erg. Omdat het al zo verschrikkelijk zoet is. Het is niet vies. Laat ik eerlijk zijn. Griekse yoghurt is gewoon heel erg lekker. Waarom? Omdat het bijna niet meer vloeibaar is. Omdat het gewoon heel dik en vet is. Net als Omian. Zelfspot is een belangrijk ding in het leven, jonge mensen. Leer daarvan. Dus eigenlijk is alles lekker wat je in die ontzettende gezoete, dikke yoghurtmeuk gooit. Alles. Zelfs karamel zeezout. En het zag er heel smerig uit toen je die lichte diarree zo er omhoog klopte. En de smaak is eigenlijk prima. Ja, ik kan hier gewoon niks anders dan een zesje voor geven. Maar wel voldoende. Op de tweede plaats is de Oikos Stracciatella toetje gekomen. 2% chocoladevlokken erin mieteren en denken dat je een smaakje hebt. Vind ik wat makkelijk. Maar ook hier, die Griekse dikke yoghurt, die maakt het heerlijk. Dus op zijn Grieks lekker hard en dik. Mooi man. Is ook gewoon prima. Zesje, niks aan de hand. Kun je gewoon geven aan je kinderen. Als je wel een goede tandartsverzekering hebt overigens. En de winnaar... Is de Oikos appel met kaneel. Want appel en kaneel is heel fijn. Appel en kaneel is een prachtige combinatie. En zoals mijn moeder ook altijd zei. Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan. En krijg je deel. En dat is dan. Ja, dat is dan niet op zich Grieks. Als je aan een pijpkaneel zuigt. Maar. Nou. Enfin, die appel en kaneel is hartstikke lekker. Samen met dus die godvergeten dikke yoghurt met veel suiker. De karies komt je tegemoet. Alleen je hebt een hartstikke fijn en lekker toetje aan. Die krijgt van mij een 7.
appeltjes, kaneel en dikke Griekse yoghurt. Ik zeg, thumbs up. Hartstikke mooi. Mooie cijfers voor eigenlijk een bokkenbok saai en vervelend product. Ahmed, ik wil geen toetjes meer. Dit is niet goed voor mijn kanaal. Dag.